Het staat lekker, man. Hoger jagen, mijn jongen. Breien, spannen, kom op. Laten we eens even kijken. Gaat het wel goed? Hé. Hey. Dit ging niet goed, hoor. Niet. Nee, dit staat net opnieuw. Ah, jongen. Nee, dat gaat niet goed. Dat is toch een mooie foto? Nee, volgens mij moet je hem iets anders. Ik weet niet, maar je is niet goed. Ah, misschien heb je niet genoeg opgedrukt voor de tijdstip, man. Misschien moet je wat meer push-up doen, denk ik dan. Nog meer? Ja. Kom aan. Zo. Met een kleine balletje, man. Nee, joh. Hey. Ik kan toch wel beter. Kom op. Harder aanspannen, maat. Yes. Schrijf het aan. Is dit serieus, jongens? We zijn een foto's, joh. Zal ik jullie even laten zien hoe het echt moet? Ja, ik vind dat hij het niet echt goed doet. Dus hij heeft een goed plan. Zo. Nou ja, zeg. Deze keer zijn we dus niet alleen, we zijn met topfotograaf, de enige echte Jeroen de Beer. Hey jongens, ik ben Jeroen, bodybuildfotograaf uit Nederland. En we zijn bij zijn studio in Tilburg. Ah, studio, het is net in de sportschool, man. De sportschool. Kunnen we wat doen? Hij gaat ons vandaag even helpen met shooten, maar ook tips geven voor mensen die willen gaan shooten. Of willen foto's van zichzelf, hoe je maar daar voorbereid, tips, tricks. Yes, dus we gaan nu eigenlijk gewoon beginnen met de workshop. Ik ben echt nieuwsgierig van wat eet nou met iemand voor de fotoshoot, hoe gaat nou zijn werk in. Ja. Dan moet je even aan het eind kijken en dan gaat hij precies uitleggen hoe het werkt. Top. Dus, zullen we beginnen, jongens? Yes. Ik heb er zin in. Me too. Oké, jongens, je ziet er natuurlijk beter uit als je eerst wat opkomt voordat we foto's gaan maken. Dus dat gaan we nu eerst doen. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead. Oké, okay, de jongens zien eruit alsof ze klaar zijn. Dus we gaan beginnen met Simon. En met foto's is het belangrijk dat je begint met de grote spiergroepen dan de kleine. Zodat je niet hebt dat je armen helemaal op zijn en je dan nog een rugoefening moet gaan doen. Stop. Hand lager. Nog lager. Stop. Buik knijpen. Momenteel wordt Simon dus geshoot door Jeroen. Jeroen zegt natuurlijk even hoe hij moet staan, wat de beste positie is. Hij weet hoe het moet, hij weet hoe de spierdefinitie goed naar voren komt. Hierna ben ik aan de beurt, straks komt Melena en dan ga ik natuurlijk wat vrouwelijke foto's zien. Je gaat sowieso de foto's in deze video zien. Ik ben natuurlijk nu op dit moment echt benieuwd naar de foto's. Ik heb zijn Instagram al bekeken, het zag er wel nice uit. Dus ik hoop dat ik in dit lichaam nog iets moois kan maken. Dan moet het goed komen. Na uitklappen. Dus nog een keer, elleboog. Ja?
Zo ja, en na elleboog naar voren. Ja, is dat. Die is goed. Gaaf. Ja, die is goed. Oké, het is nu tijd voor Melena. Laatste. Let's go. Jeroen is aan met de lamp aan het verplaatsen. Jeroen, waarom doe je het eigenlijk precies? Kleine uitleg. Lichtval is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van hoe een foto overkomt. Dus om te zorgen dat alle spieren het beste uitkomen, moet je zorgen dat het licht van een bepaalde kant komt. En je hebt wel een paar opties die natuurlijk er goed uitzien. Maar ik vind het heel tof als een foto echt 3D oogt. Dus dat probeer ik altijd te bereiken met mijn belichting. Klein voorbeeldje, dit ben ik nu. En dit ben ik met goed licht. Dan zie je toch al meer definitie. Ja, maar het is nog geen volledig zomer, toch, jongens? Summer is coming, hè? Ja, hartstikke goed. Je deed het eigenlijk super. Ja? Ja. Want ik blijf het horen eigenlijk. Mm. Heel veel mensen die zijn bang dat als je op de foto gaat dat je hier straks staat en dat ik zo zit van oké, doe maar iets. Ja. In werkelijkheid is dat niet. Ik zeg bijna alles wat je moet doen, wat je moet bewegen, hoe je zeg maar moet gaan staan. Dus vaak merken mensen dat al heel snel als ze op de foto gaan en dan is het veel fijner, want heel vaak komen mensen toch binnen met een, ja, dat ze zenuwachtig zijn, dat ze het eng vinden. En dan is het eigenlijk het belangrijkste, ja, zorgen dat mensen op hun gemak zijn en weten dat ze niet zoveel zelf hoeven te doen. Hoe bereiden mensen zich voor? Je krijgt natuurlijk heel veel mensen hier. Heb jij tips voor? En je hoort ook heel veel verhalen van hoe ze zich voorbereiden. Hoe gaat het precies in zijn werking? Wat je tegenwoordig vaak ziet is dat er een beetje een overgang is van hoe mensen het vroeger deden en hoe ze het nu doen. Vroeger deden mensen bijvoorbeeld heel veel om te zorgen dat ze zoveel mogelijk water kwijtraakten voor de shoot. Dat gebeurt eigenlijk steeds minder. En de redenering daarachter is dat het meeste water in je spier zit en eigenlijk het water wat je weg zou willen hebben, onder de huid of tussen de huid en je buik bijvoorbeeld, dat is maar een klein percentage. En als je al het vocht uit je lijf trekt, dan oog je dus ook minder groot, omdat je het uit je spieren hebt getrokken. Wat heel belangrijk is, is dat je iets doet wat aansluit op wat je dieet is geweest. Dus bijvoorbeeld carbloaden, dus meer koolhydraten eten voor de shoot, helpt voornamelijk als je de tijd daarvoor veel minder koolhydraten hebt gegeten. Als je de hele weg naar de shoot al genoeg koolhydraten hebt gegeten, heeft eigenlijk niet zoveel zin om nog carbs te gaan laden. Wat ook heel belangrijk is, is dat je een week voor de shoot moet je het vetpercentage hebben wat je wil hebben op de foto. Je kunt niet in de laatste week nog superveel verschil gaan maken, dat moet je ook niet willen. Je moet klaar zijn een week van tevoren. Dan kun je kleine dingen gaan fixen, kijken naar hoe je eruit ziet. Wat je kunt doen als je een hele tijd low carb hebt gegeten, dus weinig koolhydraten hebt gegeten naar de shoot toe, is frontloaden. Frontloaden betekent dat als je bijvoorbeeld zaterdag op de foto gaat, je maandag en dinsdag voor de shoot wat meer carbs eet. En dan ga je kijken wat je lijf daarmee doet, dus hoe je daarop reageert. Woensdag en donderdag eet je dan weer wat minder carbs en dan ga je inschatten van oké, moet ik vrijdag nog meer carbs eten of is dit goed? Als het goed is, blijf je hetzelfde eten als wat je deed, anders eet je nog wat meer carbs. Dat is een best wel veilige manier om wel koolhydraten te laden en zeker te weten dat je er goed uitziet op de dag van de shoot. Wat ik eigenlijk het meest aanraad is hetzelfde te blijven doen. Dus als je er goed uitziet de week van tevoren en je blijft hetzelfde doen, zie je er ook goed uit op de shoot. Wat sommige mensen doen is backloaden. Dat betekent dat je de dag voor de shoot en de dag zelf heel veel koolhydraten eet. Het probleem daarmee is, het kan heel goed werken, kan helemaal fout gaan.
Als het goed werkt, scheelt het 0,5% zie je er beter uit. Als het fout gaat, zie je er fucking kut uit. Dus dat raad ik niet aan. Sowieso moet je alle methodes een keer proberen om te kijken hoe het bij jou werkt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Heb je nog een speciale tactiek of tips voor de laatste 24 uur? Ik hoor vaak bepaalde producten die worden echt maar helemaal ontweekt, zoals rood vlees. Is dat waar? Zijn maar mythes? Of ja, is er een kern van waarheid in? En chocola voor dikke aders, suikers en zo? Ik raad meestal aan dat mensen iets van snelle suikers meenemen voor de shoot. Dus bijvoorbeeld een stukje chocola. Wat ook heel goed werkt is als je de 24 uur voor de shoot wat meer zout eet. Dat zorgt ervoor dat je meer pomp krijgt. Die snelle suikers zijn gewoon energie en een grotere pomp. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want hoe meer pomp je hebt, hoe groter je eruit ziet. Ja, er zijn heel veel oldschool coaches die bijvoorbeeld zeggen dat je geen zuivel meer mag eten of inderdaad geen rood vlees. Ik denk dat als je er goed uitziet de week van tevoren, terwijl je die producten eet, dan kun je ze gewoon blijven eten naar de shoot toe. En dit is vooral een aanrader natuurlijk, hoe meer gevorderd je bent, hoe gekkere dingen je gaat proberen en stel dat je bijvoorbeeld gebruikt. Kijk, het is een sport natuurlijk. We zitten niet op dammen. Dan kan het alweer anders zijn dan voor mensen die niet gebruiken. Omdat je bijvoorbeeld al sowieso veel meer pomp krijgt door de middelen die je gebruikt. Ja. Kijk, maar wat vind je dan dat de ene keer zeggen ze je moet wel chocolade eten. De andere keer zeggen ze je moet geen chocolade eten. De ene zegt je moet water. De ene zegt zout. Iedereen zegt een ander iets eigenlijk. Ja. Maar hoe zit het dan precies? Het belangrijkste is om bij jezelf te proberen. Dus als ik iets kan aanraden is het dat als je je eerste shoot gaat doen, 2 weken van tevoren een soort van oefenpoging te doen. Dus je doet alsof je shoot 2 weken eerder is. En dan kun je de week daarvoor kun je bepaalde dingen proberen. Dat doen ze ook vaak bij atleten. Je kunt dan bijvoorbeeld proberen om te beginnen met heel veel water drinken en dat af te bouwen. Als je nou het idee hebt van, nou, ik zie er eigenlijk niet beter uit dan een week geleden, zou ik zeggen, hoef je dat niet te doen. En dat is alleen maar fijn, want sommige gekke dingetjes die je doet, zorgen ervoor dat je veel minder lekker in je vel zit. En als je er niet meer echt bij bent op de dag zelf, kun je er en niet van genieten en het straalt zich maar minder goed uit. Ja, duidelijk, bedankt. Graag gedaan. Ik ben er zelf heel erg fan van als fotograaf om tegen mijn klanten te zeggen hoe ze moeten gaan staan, wat ze moeten draaien en hoe ze het best op de foto staan. En dat is natuurlijk heel erg makkelijk, want ik kan zien hoe de foto eruit ziet. Ik kan me voorstellen dat je niet altijd bij een ervaren fotograaf op de foto gaat en dat je ook wel eens foto's laat maken door vrienden of vriendinnen voor op je Instagram of dat je de zelfontspanner gebruikt. En dan is het heel belangrijk om te weten waar je op kunt letten om ervoor te zorgen dat je goed mogelijk op de foto staat. Daarvoor geef ik een cursus op 6 mei, dus mochten jullie daar interesse in hebben, kijk dan even mijn website en schrijf je in. Oké, dit was het einde van de fotoshoot. Ik wil Jeroen super, super bedanken. Dankjewel. Graag gedaan, jullie hebben het goed gedaan. Ah, dankjewel. Ben je nieuwsgierig naar zijn site, naar zijn werk, zijn Instagram en zijn site dan in de beschrijving dus. Ben je nieuwsgierig naar de beschrijving? Ja, ik vind het sowieso tof. Ik was hier vorig jaar als klant. En om te zien hoe wij het oppakken met zijn eigen bedrijf. Überhaupt gewoon, wat jij zei, je moet gewoon als je iets wil opzetten, gewoon beginnen. Misschien heeft het niks met fotografie te maken, maar dat vind ik sowieso een tip die ik ook weer vandaag uit deze dag haal. Dus maak er wat van, zeg maar. Zet iets op. Daar is hij ook een voorbeeld van. Motivatiecoach, jongens. Dat wil ik ook kwijt. Doe wat je wilt doen en niet te veel nadenken, zoals moet je omgaan, toch? Precies. Natuurlijk, mensen, vergeet niet even een like te geven op deze video. Subscribe natuurlijk op ons kanaal. Dan zien we jullie de volgende keer. Peace. Peace.